De beste wensen van 538. Goedemorgen, het is woensdag. We zitten midden in de eerste week van de beste wensen van 538. En ik ben in Delfgauw bij de kwekerij van Fred en Sylvia. En we gaan even een kop koffie drinken. Nou Sylvia, goedemorgen. Je hebt een wens ingediend? Ja, er is iets goed mis hier. Ik begreep dat de koffie niet te zuipen is. Nee, die is echt niet te zuipen. Dit is inderdaad echt heel smerig. Ik krijg al aandrang, joh. Ik moet kakken. Ja, ik zou eerlijk zeggen, ik drink het al een tijd niet meer. Nou, we gaan proberen jullie te redden. Want eigenlijk is alles in orde, maar de koffie is verschrikkelijk. Hè? Daar komt het op neer. Ja, daar komt echt op neer. Het is gewoon echt niet te zuipen. En dan echt niet te zuipen. Fred, wat denk je dat er mis is? Toen jullie binnenkwamen, toen begon inderdaad wat door te komen. Ik denk, Sylvia die heeft wel eens lopen klagen van, de koffie hier zo, dat ken wel eens beter. Het is eigenlijk niet om te zuipen. Dus ik denk, omdat we hier in de kantine zitten, dat misschien een beetje meespeelt. Fred, ik heb net een slokje genomen van jullie koffie en ik moet al een kwartier ontzettend nodig naar de play. Het is echt niet te drinken. Dus ja, weet je, ik kan er heel kort over zijn. We hebben voor jou en voor het hele personeel hebben we een prachtige automaat met alles erop en eraan. En voor 538 dagen koffie met alles erop en eraan. Zo, gaaf. Dat is wel super gaaf. Personeel een beetje blij, jongens. Yeah! Nou, het officiële eerste bakkie, daar is hij. En geef nu nog eens een cijfer. Een 10. Zeker weten. Nou jongens, proost allemaal. Ja. Op een nieuw begin met nieuwe koffie. Ja, volgens mij heeft er hier nog nooit een rij gestaan voor het koffiezetapparaat. Maar dat zal vanaf nu elke dag het geval zijn. Deze wens kwam uit in Delfgauw. En mocht jij er nou ook eentje hebben, dan kun je hem even insturen. Ga naar 538.nl/acties. En misschien sta ik morgen bij jou voor de deur. De beste wensen van 538. Stuur jouw wens in op 538.nl/acties.